Nou, alsjeblieft. Hier heb je echt 3 weken plezier van. Prachtig. Ja, ik heb straks deze prachtige bos Alstroemeria's in huis. En dit bloemetje is er in heel veel verschillende kleuren en groottes. Maar voordat ze uiteindelijk bij de bloemist staan, gaat er nog een heel proces aan vooraf. En daarvoor gaan we even terug in de tijd bij Konst Alstroemeria. Ik herken de bloemen uit de bloemenwinkel, maar ik zie hier wel heel veel meer soorten. Want wat gaat er nou eigenlijk allemaal vooraf voordat het naar de bloemist gaat? Heel veel. Zoals je weet is Nederland een van de grootste handels- en productielanden van snijbloemen. Maar helemaal aan het begin van het proces, daar staan de veredelaars. Want waar richt een veredelaar zich dan op? Een veredelaar die maakt heel veel nieuwe soorten. En ja, waar let hij op? Grotere bloemen, nieuwe kleuren, nieuwe vormen. Ja? We hebben bijvoorbeeld een hele nieuwe vorm. Ja, die ken ik niet. Nee. Die noemen wij een Alstroemeria. Die maakt meerdere bloemetjes boven elkaar. Mooi. Maar hoe ontstaan dan die nieuwe soorten? Nou, heel eenvoudig. Je kent het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Ja. Dus wij bestuiven een bloem met stuifmeel. Dan ontstaat er een zaadje. En we maken zo duizenden kruisingen per jaar. En aan het eind van een 5-jarig proces, dan blijven daar misschien 5 soorten van over die we echt gaan verkopen aan kwekers. Want hoe ziet dat verdere processen dan uit? Als we een heel goed soort gevonden hebben, dan gaan we de planten vermeerderen in het laboratorium. Oké, kan ik dat ook zien? Dat kan ik je ook laten zien. Heel graag. Als we een goede plant uitgezocht hebben in de kas waar we mee door willen, dan nemen we een paar hele kleine celletjes uit die plant. Die zetten we op een voedingsbodem. Dat is heel klein. Heel klein. Dat gaat langzamerhand groeien. En uiteindelijk zie je dat het echt een plantje wordt. Ja. En dat plantje dat gaan we steeds weer in stukjes snijden om die planten heel snel te vermeerderen. Oké, en dat zijn zij hier ook allemaal aan het doen? Dat zijn ze hier allemaal aan het doen, de hele club. Oké, en daarna? Daarna worden die planten op trays gezet in de kas. Okay. Kun je dat ook laten zien? Dat gaan we laten zien. De exotische Alstroemeria wordt ook wel Inca-lelie genoemd. Het is een verwijzing naar haar natuurlijke habitat, de koele gebergte van de Andes. De bloem werd daar in de 18e eeuw ontdekt door de Zweedse onderzoeker Konst Alstroemer. Hij was degene die de bloem haar huidige naam gaf. De meeste Alstroemeria's worden geteeld in Colombia, Nederland, Kenia, Brazilië en Japan. Vanuit het laboratorium komen de plantjes naar de kas en dan drukken we de weefselkweekplantjes op de trays. Oké. Ja, ik heb wel groene vingers, dus ik kan je erbij helpen. Van mij mag je doen hoor. Ja? Want er over een tijdje gewoon plantjes zijn die ik dan heb helpen groeien. Ja. Wat heb je eigenlijk nog een tip voor ons? Ja, ik heb zeker een tip. Heel veel Alstroemeria's zitten in gemengde boeketten met andere bloemen. Mm-hmm. Maar het is juist heel mooi om eens alleen een bos Alstroemeria's thuis op de vaas te zetten. Klinkt als een plan, Henk, want ik vind ze ook wel mooi. Goed, kunnen we gaan een we boeket doen. Samenstellen? Ja, prima. Heel graag. Nou, ik vind dit wel een hele bijzondere soort. Oh, dan ga ik daar een bos van maken. Nou, graag. Mooi wordt dat. Alsjeblieft, hier heb je echt 3 weken plezier van. Prachtig.